don't want a lot for Christmas. There's just one thing underneath the Christmas tree. Goedemorgen, leuk dat je kijkt bij een nieuwe video. Wij zijn momenteel bij loods 5. We gaan eindelijk kerstversiering halen voor het huis. Eindelijk, we zijn er altijd wel vroeg mee. En we zijn ook even bij de loods 5, want ze hadden hier Black Friday korting voor ons nieuwe huis alvast. Dus we gaan even kijken. Wordt altijd zo enthousiast. Moeten ze dat ons even leren? Oké, okay, mooie stoelen ook, hè? Mooie stoelen. Ik word zo enthousiast altijd van meubelzaken, vooral deze zaak. Deze tafel hadden we gezien. Vind je hem niet oranje? Deze stoeltjes. Maar wel. Ja, die zijn mooi. Het is niet relaxed. Het is wel relaxed. Wel relaxed. Jij bent je relaxed? Maar nu hebben we dus zo'n tafel gezien, uitschuifbaar. Daar zijn we naar op zoek. Kijk, dezelfde, hij staat daar ook, hè, in het donker. Hoe cool als je zo'n grote woonkamer hebt, dat dit past. Is dat niet dezelfde? Nee, hè? Die is iets anders ook, hè? Deze is goedkoper dan die ene daar. Maar hij is groter. En er is nog korting op ook. Oh, deze is meer oranje. We kwamen eigenlijk voor deze eettafel, maar die hebben ze niet hier. Die kan je dus alleen online bestellen. En toen zagen we net deze in een andere kleur. Dus ik denk dat we daarvoor gaan. Want die kan je uitschuiven. Wow, Yuda! Ik heb het idee dat die gewoon een beetje erbij blijft. Kan ik wel dieper insturen. Ja, heel cool, hè? We zijn bij de intratuin kerstversiering. Wij wonen dus in, voor de mensen die nieuw zijn. Wij wonen in Arnhem. En wij hebben letterlijk 3 best grote intratuinen in de buurt. Els, Frisgraaf en Duiven. En Duiven heeft die super grote kerstafdeling waar iedereen altijd naartoe gaat. En het is altijd super druk. En Frisgraaf is nooit iemand en is net zo leuk. Kijk dan. En het chillen is dus ook hier dat je dus niet zo overprikkeld wordt. Want bij de brood. Ja, je kan rood. We kunnen rood. Kom maar. Kun je er een beetje zo doorheen doen, ja? Of zo, denk ja, ik. Ja, dat kan. Goed gedacht. Maar hier word je dus niet zo overprikkeld. We zijn weer thuis en gisteren waren de meiden hier. En toen hebben we gekleid. Maar het is nog steeds aan het drogen. Deze 3 zijn van mij. En ik ben helemaal in mijn creatieve fase. Dus vanavond heb ik naailes voor de 2e keer. Ik heb van het weekend op de markt allemaal stofjes gehaald. Allemaal babystofjes. Dan kan ik leuke dingetjes gaan maken. Dus ik zit helemaal in mijn creabea fase. Eddie noemt mij een oud wijf. Mij ook. Oud wijf. Zo voel ik me wel, ja. Hé, Poppy? Ja, maar heerlijk. Gewoon een beetje naaien, een beetje knutselen. Morgen gaan we de kerstboom opzetten, Juda. Ik ga de klap nu al doen, hoor. Oh, jij bent een oud wijf. Thank you.
is vrijdag en het huis is versierd. Kijk hoe leuk Judah de boom heeft versierd. Hij heeft het eigenlijk helemaal in zijn eentje gedaan. Ook zo leuk, al die balletjes bij elkaar. En dan hier nog wat extra's in de kast. Maar de armpjes zijn er al vanaf en zo goed is er vanaf. Daar nog wat kerstballen. Ja, en ik heb al een aantal dagen weer niet gefilmd. Want ja, ik had gewoon een beetje zwaar met mezelf vooral. En ik ben naar de verloskundige geweest afgelopen week. En die zei dat ik echt nog minder moet doen dan ik al doe. Ik vind dat ik echt al veel te weinig doe. Maar zij vond dat ik te veel stress. En dat klopt ook wel een beetje. Vooral met de verhuizing die eraan komt. En het huis verkopen en aankopen was natuurlijk de afgelopen maanden best wel veel. Best wel veel gezeik. Gelukkig is dat nu allemaal rond. Dus hoef ik daar in ieder geval niet meer over te stressen. Alleen nu is dit mijn probleem. Ik heb zieke nesteldrank. Yes! Eindelijk! Want ik zat er echt op te wachten. Alleen nu kan ik het lichamelijk niet doen. En zo frustrerend. Ik wil graag alle kasten opruimen. Ik wil spullen aan de kant zetten. Verkopen. Op Vinted zetten. Maar iedere keer als ik een hele lijst maak van wat ik wil gaan doen op een dag. Dan lukt het echt maar om maar één ding te doen. Want daarna ben ik al helemaal kapot. Of heb ik heel erg last van mijn buik. Harde buiken. Word ik ook weer misselijk. Dus dat is ook gewoon irritant. Dus ik moet het maar gewoon accepteren voor wat het is. En dat het gewoon allemaal eventjes niet meer gaat. Alleen dat vind ik wel lastig. Ik wil nog even laten zien wat ik van de week op naailes heb gemaakt. Even kijken hoe gaat dit ding aan de kant. Ik weet niet. Maar ik heb dus dit dingetje genaaid. Aan de ene kant een hydrofiele doek. En aan de andere kant lekker een wollen stoffie. En dit is Judah's een poepje. Ook is net de nieuwe eettafel bezorgd. Super snel. Ik had niet verwacht dat die nu al binnen zou komen. Maar nu moet die dus nog verkocht worden. Ook even jullie aandacht voor dit amazing pakkie. Ik heb hem in het grijs. Had ik hem al. En nu heb ik hem ook in het crème. Van Fashion Click. Maar hij is echt super oversized. Wat wel lekker is juist zwanger. Maar hij zit zo chill dat ik dus nog deze kleur heb besteld. En nu zit ik ook nog te twijfelen om die zwarte te bestellen. Want ik loop hier letterlijk de hele dag in. Ook over fashion gesproken, by the way. Het is vandaag vrijdag. En het is de ergste dag in het jaar. Het is namelijk Black Friday. En daar krijg ik ook zieke stress van. As you already know, ben ik heel gevoelig voor kortingjes en dingetjes. Dus, maar het viel nog mee. Het valt mee. Ik heb wat producten van Skims, waar ik heel blij mee ben. Ik had die pyjama in Londen gehaald. Die wilde ik eigenlijk opnieuw, maar alle kleuren waren gelijk uitverkocht. Maar nu heb ik hem alsnog in een soort camel kleur of zo kunnen vinden. En ik heb allemaal voedings-BH's van Skims, wat echt luxury voedings-BH's is volgens mij. Verder een tas bij de Zara. Dat valt dus ook nog wel mee. En een broek bij Naked voor een fotoshoot die ik volgende week heb staan. Die heb ik zelf gepland. Dus het valt nog mee. Maar voordat al die kleren binnenkomen, ik durf jullie niet eens te laten zien. Het is echt een freaking erge troep hier in huis. Vooral met kleren. En meer dan de helft pas ik niet. Dus ik ga het gewoon allemaal in dozen doen. Naar zolder. Want de aankomende tijd kan ik ze toch niet aan. Want natuurlijk, ik zit straks met een pasgeboren baby als we gaan verhuizen. En dan heb ik geen zin om alles nog aan te gaan zoeken. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb ook zonder heel goed na te denken allemaal babykleren van de week besteld. Wat we nog nodig hadden. Want ik had eigenlijk niet zo heel veel. Nu wel. Maar voor de Black Friday. Nu is het natuurlijk alles Black Friday. Dus ik ben wat korting misgelopen. Maar ik ben naar een
Pink Sale geweest. In Arnhem was dat afgelopen weekend. En daar heb ik echt super leuke dingetjes gehaald. Dus als je geïnteresseerd bent, doe ik even snel een kleine haul. En vind je het niet interessant, dan moet je even 2 minuten skippen. Ik heb dit schattige truitje van House of Jamie. Voor 23 euro, maar is dus normaal 46 euro. Hetzelfde geldt voor deze. Hoe cute met die stippeltjes. Oh, I can't. En dit ook. Oh, ik ga haar zo erg aankleden als een oud vrouwtje. I love it. Gewoon die ruffeltjes en die printjes. Dan had ik voor Eddie nog iets donkers. Want Eddie zei, je hebt alleen maar beige en lichtroze. Dus nu heb ik voor hem ook zo. Vindt hij leuk. Zo'n pakkie. En ook die mouwtjes weer. Dit shirtje van Riffle. Ook een heel mooi merkje. Lekker stofje ook. En ik had deze voor Yuda. Dit is ook een t-shirt van Riffle. En dan heb ik het matchende voor haar. Ik denk dat Yuda dat helemaal geweldig gaat vinden. Want hij is zo obsessed met haar. Gewoon nu al. Dan had ik van de Zara dit echt te cute pakje. Zo mooi. En met nog een mutsje voor de winter. En dit ja, overal pakje. Ook zo lief weer met voetjes eraan. Ik heb het liefst alles met voetjes eraan, maar ik zie dat ze dat niet overal hebben. Dan van de H&M nog een knitted setje. Deze is iets groter. Wat pyjama's, want dat was ik gewoon helemaal vergeten. Dus een roze en een paarse, dit waren de enige in haar maat. Maar het zijn toch pyjamaatjes. Hier nog zo'n pyjamaatje. Schattig. En nog een pyjama. Heeft ze in ieder geval voor een week pyjama's. Dan zag ik ook dit pakje. Hoe lief. Met dit broekje. En ook zo'n mooi stofje weer. En dit vind ik nog echt het allerschattigst. Maar dit is nog een beetje groot. Zo'n kimono jasje. Ja. En ik denk dat ik het alvast even ga wassen. Want dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Ik ben ook al bezig met mijn ziekenhuiskoffer inpakken. Ik heb gewoon een koffer in plaats van een tas. Al heb ik veel minder mee dan waarschijnlijk de eerste keer. Maar ik ben het wel alvast een beetje aan het uitzoeken. Ik ben nu 32 weken, vandaag precies. Maar ik dacht, ja, better safe than sorry. Ik wil alvast die ziekenhuistas in ieder geval af hebben. Dus misschien leuk om dat volgende vlog samen even te doen. En dat ik dan laat zien wat ik erin heb zitten. Maar wat ik wel heb geleerd van mijn vorige bevalling is dat niet alles loopt zoals je wil. Dus ik heb nu ook mijn bevalplan. Ik heb bijna niks opgeschreven volgens mij. Ik heb gewoon zoiets van go with the flow. En we zien het wel. En kind moet er toch uit. Dus dat. Ik ben helemaal kapot van het opruimen. Dus ik ga weer liggen. Goedemorgen, middag. Goedemiddag, het is vandaag zondag en wij hebben een hondloos dagje. We zijn de hond even aan het afzetten bij de oppas. En we gaan vandaag naar Eierkamp in Zutphen, want we hadden een tafel besteld. Hadden jullie gezien? Die was binnen, ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Moet ik even terugkijken. My pregnancy brain. Maar die was binnen. Maar de kleur was niet de houtkleur die we wilden. In de winkel leek die veel meer assig. En in het echt was die echt mega oranje vergeleken. De vloer en alles. En het is natuurlijk voor het nieuwe huis. Dus we weten nog niet definitief wat voor vloer we willen. Maar hij was echt oranje. Dus we sturen hem terug. En nu hebben we geen eettafel, want ik heb gelijk die andere eettafel verkocht.
dag, want anders zitten we daarmee. Dus nu moeten we even een beetje snel op zoek naar een nieuwe eettafel. Het lijkt me wel leuk om nog voor de kerst een eettafel in huis te hebben. Dus ja, dat gaan we doen vandaag. Ik ben ondertussen even mijn nagels aan het doen, want het ziet er echt niet uit. Dit zijn mijn laatste aanwinsten. Ik weet niet of ik die al heb gezien, maar van Arigato. Nou, ik had dus gisteren laten zien dat we bij de Eierkamp waren in Zutphen helemaal. Om een nieuwe eettafel uit te zoeken en we zijn niet geslaagd. dus we zijn nog steeds eettafelloos. En... oh ja, dat moeten we nu ook gaan bedenken. We moeten nu gewoon tv-food gaan fixen. We moeten alleen voor de tv eten. Ja. Pizza. Maar door mijn verloskundige is verteld dat ik minder moet stressen. Maar om een of andere reden, de nesteldrang en de verhuizing geeft mij zoveel stress. Dat ik 's nachts gewoon om de paar uur wakker word en dan ineens denk, ik wil toch een gietvloer. Of dat hadden we dus bij die vorige tafel die we hadden gekocht, die van Zuiver. Die echt een super mooie tafel, maar hij was gewoon te oranje. En ik werd gewoon midden in de nacht wakker met... kut, hij is te oranje. Hij moet weg. Nu moet hij weer worden teruggebracht. Dus dat. En ik heb geen verstand van vloerverwarming, gietvloer, vinylvloer of toch PVC of hout of wat voor vloerverwarming heb je ook nog allemaal dingen voor. En dat moet allemaal nu geregeld worden omdat al die offertes zo lang duren. But I can't. Dus. Maar in ieder geval geen nieuwe eettafel. Misschien dat we vandaag nog heel even ergens voor een goedkope eettafel gaan kijken. Meer voor de time being. Het is heel gezellig ontbijten op de bank, maar liever aan tafel. En we gaan nu naar de tandarts. Met Joetje. Dit is Pietje. Nee, ik ben een robot. Oh, ben je een robot? Ben jij een robot, Piet? Ik ben achteruit robot Piet. Een achteruit robot Piet? Ja. Wat betekent dat dan? Dat moet. Vind ik leuk. Oké. Okay. Deze jongen is al verkleed als Piet sinds dat Sinterklaas in het land is. Dus we hebben verschillende pakjes en iedere dag een ander kleurtje, hè? Oranje, groen, oranje, groen, oranje, groen. Ja, we moeten de hele tijd wisselen. Papierplaats. En we zijn weer bij onze favoriete plek in Nederland. Nou. De afgelopen week. De loodsvijf. Mama, hier moet nog water. Oh ja. We hebben nu ook besloten dus om met een totaal andere houttint te gaan. En dan alles, de rest zo. Dus ja, we moeten het even gaan visualizen. Wie is de oranje? Zijn we weer op dezelfde afdeling? Ja, deze is weer net te donker. Ja. Ja, we moeten ook gewoon een klein dingetje hebben wat de juiste kleur heeft. Ook te donker. Dit is het walnoot, hè? Ja, dat is walnoot. Maar wel te donker, hè? Vind ik net ietsjes te donker. Zijn we nou echt zo moeilijk? I guess. Mooi tafeltje, zeg. Ja. Dat is wel mooi. Het lijkt alsof er een soort gloed over het hout heen zit, zie je dat? Een matte. Nee, gewoon... het lijkt wel bijna holographic-achtig. Nee, ik zie het, dat is heel gek. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en ik sta voor mijn huis even te wachten op mee. Want ik heb een fotostudio gehuurd, zodat we wat
pregnancy foto's kunnen maken. Ik had eigenlijk een shoot ingepland bij Manu heet ze volgens mij. Messi Mama Manu. Zij maakt echt super mooie foto's. Alleen is helemaal in Rijswijk. En dat is gewoon te ver reis voor mij nu in deze staat. Dus ik heb zelf een studio hier in Arnhem gehuurd. En daar gaan we nu naartoe. Nou, ik heb mijn fake extensions in. En we zijn bij Hall 21. Het is so pretty. Heel cool. Dus we hebben nog 1:20. Dus we gaan hard aan de slag. It's a wrap. En ik heb niks gefilmd, of course. Want ik was mijn SD-kaart van mijn andere camera vergeten. Waardoor deze SD-kaart daarin moest. Maar ik ben zo blij. De foto's zijn zo nice geworden. Thank you. En dit moet ik echt vaker doen. Gewoon een studio huren. Wat kostte dit? Dit was volgens mij 90 euro met borg voor 2 uurtjes. En dan denk je, 90 euro, dat is best wel veel. Maar een fotograaf huren kost gewoon meer dan 300 euro. Of als je foto's wil laten maken. Dus this is your, hoe noem je dat? This is your sign to get a best friend and make content samen. Dus en make content samen. Ja, make content samen. Oh, en lieve May heeft een geurkaarslijn, een sojakaarslijn. Die komt binnenkort online. Vegan. Het ruikt zo lekker. Het ruikt gewoon naar, letterlijk, het ruikt naar Bali. Het is echt insane. Dus daar hebben we ook wat foto's voor gemaakt. En vergeet haar dus niet te volgen. Eye of Dusk voor de dingetjes. Ik ga de vlog afsluiten, want ik ging gisteren editen en ik had al 22 minuten. Dus dat was veel te veel. Dus vergeet me niet te volgen op Instagram, want daar komen alle mooie foto's die vandaag gemaakt zijn. En dan zie ik jullie waarschijnlijk over 2 weekjes weer. Doei!